Deze les gaat over hoofdstuk 3, paragraaf 2 en we bespreken vandaag het begrip weerstand. De paragraaf van vandaag is: wat bepaalt de stroomsterkte door een apparaat? We gaan het begrip weerstand bespreken aan de hand van een lampje. En dat doen we met behulp van het zogenaamde IU-diagram. Dat doen we van een koplamp en het achterlicht van een fiets. De rode lijn, deze, is de UI-grafiek van de koplamp. De blauwe lijn is de UI-grafiek van het achterlicht. En als we bij 5 volt kijken, dan zien we dat bij het achterlicht ongeveer 0,04 ampère door de lamp stroomt, terwijl bij de koplamp bijna 0,085 ampère door de lamp stroomt. We zien dus dat bij het achterlicht de stroom moeilijker gaat. En we zeggen dan ook dat het achterlicht meer weerstand geeft dan de koplamp. We kunnen de weerstand, uitgedrukt in de letter R, ook uitrekenen aan de hand van de stroomsterkte I en de spanning U door de spanning U te delen door de stroomsterkte. Ofwel geschreven dat U gelijk is aan stroomsterkte maal de weerstand. De weerstand drukken we uit in de eenheid ohm en dat spreken we ook zo uit. Het is een Griekse letter. De spanning U wordt weergegeven in de eenheid volt en I de stroomsterkte in de eenheid ampère. En we kijken nu even of je de formule goed begrijpt aan de hand van een rekenvoorbeeld. En het is de bedoeling dat je kijkt naar een spaarlamp die is aangesloten op een stopcontact. Daarmee weet je de spanning. En er loopt een stroom van 0,05 ampère. En met die twee gegevens moet je de weerstand kunnen uitrekenen. Zet de film dus even stil en reken het antwoord uit. Aan het eind kun je bepalen of je antwoord goed is. We weten dus nu dat om de weerstand te kunnen meten, we eigenlijk moeten weten wat is de spanning en wat is de stroomsterkte. En daarvoor gebruiken we een amperemeter en daarvoor gebruiken we een voltmeter in deze schakeling om de weerstand van de lamp te bepalen. Ten eerste de stroomsterkte. De stroomsterkte is de stroomsterkte die door de stroom die door de keten heen loopt, dus die hier gewoon door de keten heen loopt, en dus moet de amperemeter ook ergens in de keten geplaatst worden. Dat mag voor de lamp zijn, dat mag achter de lamp zijn. De spanning is eigenlijk meten van het verschil in energie in de stroom voor de lamp en achter de lamp. Dat moet de voltmeter meten, dus we moeten de voltmeter zodanig aansluiten dat die verbinding heeft met de draad voor de lamp, zodat we kunnen zien hoeveel energie er daarin zit en we kijken naar de spanning achter de lamp. En het verschil is de spanning over de lamp. Je kan weerstand ook meten met een multimeter. In een multimeter zit een batterij en die batterij zorgt voor spanning over het apparaat waarvan je de weerstand wil bepalen. Door de spanning over het apparaat te zetten gaat er een stroom lopen en de multimeter meet de stroomsterkte. En dan hebben we precies de gegevens die we nodig hebben, want de stroomsterkte en de spanning hebben we nodig om de weerstand te bepalen. En dus rekent de multimeter uit de spanning gedeeld door de stroomsterkte en dat levert je op de weerstand van het apparaat. Bij een gloeilamp is er iets bijzonders aan de hand. Een gloeilamp die geeft licht, maar hij wordt ook heet. De temperatuur stijgt. Maar als de temperatuur stijgt, dan stijgt de weerstand. En als de weerstand stijgt, gaat er verhoudingsgewijs minder stroom doorheen. En daarom buigt de grafiek naar beneden. En dat waren die grafieken die we gezien hebben van de koplamp en het achterlicht. En je ziet dat er hier echt een bocht in de grafiek loopt. Als de temperatuur geen invloed zou hebben op de weerstand, dan moet het een rechte lijn zijn. Maar nu buigt de stroomsterkte af, omdat de stroomsterkte afneemt als de weerstand toeneemt. Hier zie je een aantal UI-diagrammen van een aantal verschillende apparaten. Ten eerste de rode is van de spaarlamp. Je ziet dat die eerst vrijwel recht stijgt, dus de weerstand is in het eerste stukje gelijk. En hier krijg je een rare kronkel en neemt zelfs de stroomsterkte een beetje af naarmate de spanning toeneemt. Een ledlamp heeft weer een hele andere lijn. Die blijft eerst een tijdje nul. Met andere woorden, ook al heb je er wat spanning op gezet, er gaat nog steeds geen stroom lopen en dus brandt de lamp niet. En dan, op een gegeven moment, gaat er wel een kleine stroom lopen, steeds meer en steeds meer, en zal de lamp gaan branden. Je hebt dus een bepaalde drempelspanning. Onder die drempelspanning is er geen licht en boven die drempelspanning wel. En de motor heeft weer een andere lijn, die groene lijn. Er zit hier een knik in als de motor echt goed gaat draaien.
In deze karakteristiek zie je de weerstand van drie verschillende weerstanden. En er vallen drie dingen op. Ten eerste, het zijn alle drie rechte lijnen en ze gaan allemaal door de oorsprong. Ook die groene gaat hier als een rechte lijn door de oorsprong. Ten tweede merkt u op dat als je de spanning twee keer zo groot maakt, dus bijvoorbeeld van 2 naar 4 gaat, dan zie je dat de stroomsterkte ook twee keer zo groot wordt. Als ik nou op een bepaald punt de weerstand wil uitrekenen, ik neem bijvoorbeeld dit punt en ik deel U door I en ik bepaal wat hoe groot de weerstand is, en ik doe het op een ander punt ook, hier waarbij de stroomsterkte of de spanning twee keer zo groot is, dan is de stroomsterkte ook twee keer zo groot en dan wordt de breuk U gedeeld door I weer dezelfde waarde. Dus dit is een recht evenredig verband, zoals we dat noemen, een rechte lijn door de oorsprong, spanning twee keer zo groot, dan wordt ook de stroomsterkte twee keer zo groot en de weerstand is op elke spanning hetzelfde. Metaaldraden hebben ook altijd wel een klein beetje weerstand. Vaak willen we juist dat die weerstand heel erg klein is. We zoeken namelijk naar een zo laag mogelijke weerstand als we de metaaldraden gebruiken om elektrische energie te vervoeren. Want als er weerstand is, dan daalt de stroomsterkte en dat willen we natuurlijk juist niet. In andere situaties zullen we juist een hogere weerstand willen hebben. Bijvoorbeeld in de gloeidraad van een gloeilamp om die lamp goed te laten branden. Maar ook in een draad in een regelbare weerstand. Dat kan zijn een draaiweerstand of een schuifweerstand. En hier zie je een voorbeeld van een schuifweerstand. Je ziet hier een cilinder en er zit een draad omheen gewikkeld, een hele lange draad. En met deze schuif kun je heen en weer schuiven en kun je dus aftappen op bepaalde plekken de stroom. En als je dat aan deze kant doet, dan loopt hij maar door een heel klein stukje van de draad en zal je dus een lage weerstand hebben. En ga je juist de schuif naar die kant schuiven, dan moet de stroom eerst door een hele lange draad en dan zul je dus een hogere weerstand hebben. Dus op die manier kun je de weerstand variëren. Zoals ik al eerder zei, elke draad heeft dus meer of minder weerstand. En die weerstand hangt van drie factoren af. Ten eerste van de diameter. Een dunne draad heeft een grotere weerstand dan een dikke draad. Denk aan een waterstroom, een dunne pijp zal water minder makkelijk stromen dan in een dikke pijp. Dat geldt dus hier ook voor elektriciteit. En dan de lengte. Een lange draad heeft een grotere weerstand dan een korte draad. En tenslotte het materiaal. Een koperdraad heeft een kleinere weerstand dan een aluminiumdraad. Dus dat zijn de drie factoren waar weerstand van afhangt. Hier zie je twee dezelfde schakelingen die precies hetzelfde te betekenen hebben. Bij de bovenste zie je hier de spanningsbron. Je ziet een draad lopen naar een motor en die motor zit aangesloten op een schuifweerstand. Die schuifweerstand die kan heen en weer schuiven tussen A en C en zit op dit moment bij punt B. Als ik hem naar C schuif, wordt de weerstand groter. Als ik hem naar A schuif, wordt de weerstand kleiner. In deze situatie zie je ook weer de spanningsbron, ook weer de motor. En zie je hier het symbolische weergave van een regelbare weerstand. Een regelbare weerstand betekent, je kunt hem schuiven of je kunt eraan draaien. En daarmee kun je de weerstand regelen, precies zoals je ook in deze situatie kunt doen. Zoals we bij een gloeilamp al gezien hebben, is dat bij veel materialen de weerstand groter wordt als de temperatuur stijgt. Dat komt omdat de metaalatomen harder gaan trillen als ze warm worden. Ze gaan sneller bewegen en de elektronen stromen daar minder makkelijk tussendoor en dat noemen we weerstand. Omdat we ook graag materialen willen hebben waarbij de weerstand niet afhankelijk is van de temperatuur, is er een legering gemaakt en dat noemen we constantaan. Dus bij een constantaandraad blijft de weerstand even groot als de draad warmer wordt. Dus daar heeft het trillen van de atomen geen invloed op en de weerstand blijft hetzelfde. Een legering is een mengsel van metalen. En hier hebben we dus gekozen voor een mengsel van metalen waarbij de weerstand gelijk blijft. Constantaan. En dan beëindigen we weer op de gebruikelijke manier met even een opsomming van de leerdoelen. Je moet weten hoe een UI-diagram eruit ziet en onthoud dat de U aan de horizontale as zit en de I aan de verticale as. Dan het begrip weerstand, dan hoe je met een multimeter weerstand kunt meten. Je moet weten wat recht evenredig betekent en dat er een draaiweerstand en een schuifweerstand bestaan waarmee je de weerstand kunt regelen.
En als je straks de opgave in de paragraaf gemaakt hebt, dan moet je een UI-diagram kunnen opmeten. Je moet kunnen aangeven wat weerstand is en welke invloed die heeft op de stroomsterkte. Je moet kunnen rekenen met de formule U is I maal R. Drie factoren kunnen noemen waar weerstand van afhangt. Uitleggen hoe een regelbare weerstand werkt. En uitleggen wat recht evenredig is. In de les gaan we hier verder mee oefenen. Op de volgende bladzij nog het antwoord op de rekenvraag. Als je het goed hebt uitgerekend, dan kom je uit op een weerstand van 4600 ohm, oftewel 4,6 kilo-ohm. Als het niet gelukt is, stel dan in de les vragen en dan zal ik het opnieuw uitleggen. Veel succes met de voorbereiding op deze les.